Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een favoriete video voor jullie, want de maand december is alweer aangebroken. Dat betekent dat ik mijn favoriete producten van november met jullie ga doornemen. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik geweldig vond in november, kijk dan zeker gezellig mee met deze video. Ik begin allereerst met deze set. En nu kijk je naar een leeg doosje. Dat komt omdat de producten er niet meer in zitten. Die ga ik jullie zometeen gewoon laten zien hoor. Maar dan heb ik een doosje erbij. Dit is de Real Techniques Base Core Collection. Die gaat er officieel eruit. Maar ik heb deze dus nog kunnen kopen. Want ik vond deze er heel erg mooi uitzien. En ik zal eventjes laten zien welke kwasten daar uiteraard bij zitten. Ze zijn niet gewassen. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. Want het is vaak een heel gedoe en ik gebruik ze gewoon de hele week. Dus je kijkt niet naar hele schone kwasten. Dus ja, sorry alvast daarvoor, maar daar had ik gewoon geen tijd meer voor. In deze set zit allereerst een etui. En dit is een etui om je kwasten in neer te zetten. Want je kunt ze dus, zoals op deze afbeelding staat, zo neerzetten. Nou, ik weet echt niet hoe dat moet. Ik snap daar echt helemaal niks van hoe ze dat precies gedaan hebben. Maar hier zou je ze dus in kunnen zetten. En dan moet je vooral deze kant natuurlijk gebruiken. Want hier zitten van die insteekgleufjes waar je ze dus in kunt zetten. Ik doe dit persoonlijk niet. Ik leg deze gewoon in mijn la neer. Want ik heb al mijn kwasten gewoon bij elkaar staan. Maar die zitten dus ook bij. Dan begin ik eventjes met de contour brush. Het is een oranje set zoals je misschien al wel had kunnen denken. En dit is dus de contour brush. Die heeft een rond afgesneden bovenkant waar je echt heel erg fijn mee kunt contouren. Ik vind echt dat mijn contour er heel mooi uitziet. Ook blenden gaat super makkelijk. Dus dit is echt ook een heel fijn exemplaar. Dan heb ik ook een detailer brush. Deze is overigens wel schoon. Deze gebruik ik nooit. Het is een heel klein kwastje. Ja, waar je eventueel ook wel mee zou kunnen contouren langs de neus. Maar ik heb nog niet echt iets gevonden waarvan ik denk, oké, hier vind ik hem super fijn voor. Maar die zit er dus ook bij. Het is wel een heel schattig exemplaartje. Dan heb ik hier de Pointer Foundation Brush. En dit is dus een borst of een brush waar je mee je foundation kunt aanbrengen. Ik doe dit altijd wel. Ik breng zo mijn foundation aan. Dus ik stip het op mijn gezicht. Dat kun je ook zien, want er zit lekker veel foundation in. Lekker fris. Maar ik blend het met deze dus niet uit. Want daarvoor heb ik de buffing brush. Dat is dus deze. En deze vind ik echt super fijn om mijn foundation mee in te blenden. En dit voelt zo lekker zacht. Die kwasten zijn gewoon heerlijk. Echt een hele fijne set. Ik heb natuurlijk een tijdje geleden al verteld dat ik over wilde gaan op kwasten van Real Techniques. En ik merk echt wel heel veel verschil. Dus ik ben echt groot fan geworden van de kwasten van Real Techniques. En ik gebruik ze dan ook echt met liefde. Dus dat kun je natuurlijk ook gewoon zien. Maar het is echt een hele toffe set. Volgens mij wordt die op sommige websites nog gewoon verkocht. Maar ik weet dat die gaat vervangen worden door een andere set. Maar ik vind de kwasten die bij deze core set zitten echt super fijn. Dan heb ik deze Cosmetic Organizer. En deze is van The Action. Dit is dus een organizer. Je ziet hier trouwens de kleur. Hij is verkrijgbaar in deze kleuren. Deze drie kleuren. Ik ga hem er even uithalen. Met deze organizer kun je dus je make-up organiseren. Dat had je waarschijnlijk al in de gaten. Waarom gaat het er nou niet uit? Komt hij aan. Zoals ze hier op het kaartje hebben gedaan bijvoorbeeld. Zo ziet hij eruit. Het is een langwerpig organizer. Wat het fijne is ook dat je deze kant eraf kunt halen. Dat betekent dat je de binnenkant ook schoon kunt maken. Nou, ik heb hem voor een heel ander doeleinde dan voor het organiseren van mijn cosmetica. Want ik heb alles gewoon heel op een andere manier ingedeeld.
Ik gebruik deze organizer om mijn kwasten in te zetten nadat ik ze gewassen heb. Niet alle kwasten passen erin. Ik kan deze even als voorbeeld nemen bijvoorbeeld. Kijk, als ik mijn kwasten dan heb gewassen, dan zet ik ze zo rechtop in de organizer. Even kijken of er nog eentje in past. Ja, deze past bijvoorbeeld ook. Zo ziet dat er bij mij dan uit. Dan heb ik hem helemaal vol staan met al mijn kwasten die net gewassen zijn. Zodat ze eigenlijk gewoon rechtop opdrogen. Hiervoor legde ik ze altijd neer op een handdoek. Maar dat vond ik ook niet altijd super handig. Maar dit vind ik echt een heel handig iets. Ja, je kunt hem natuurlijk gewoon gebruiken voor wat je zelf wil. Ik dacht, toen ik deze zag, had ik gelijk al het idee in mijn hoofd. Hey, hoe ideaal zou dit zijn om mijn kwasten in te laten opdrogen. Niet alle kwasten passen erin. Er zijn er ook gewoon, die hebben een te brede steel, zeg maar. Die passen dan gewoon echt niet. Maar ja, het is heel flexibel ook. Dus je kunt er echt wel heel veel in zetten. Dus ik vind dit echt een heel handig product. Gewoon om mijn kwasten in te laten opdrogen. Maar ja, ik denk dat het ook wel heel handig kan zijn om je cosmetica te organiseren. Misschien als je gewoon nog niet zo heel veel make-up hebt, is dit wel handig. Maar voor mij werkt dit gewoon perfect als opdroger voor mijn kwasten. Dan heb ik nog een kwast van Real Techniques. En dat is ook uit de Base collectie. En dat is de Powder Brush. Dit is gewoon even het doosje uiteraard, zoals je kunt zien. En dit is dan de vast. Ook dat mooie oranje patroon wat je bij de andere kwasten zag. Super mooi. Ik vind het ook super leuk dat die tekst hier zo op staat. Ik weet niet of het voor jullie heel duidelijk zichtbaar wordt, maar ik vind het echt heel mooi. Zo'n lekkere fluffy kwast waar je gewoon lekker mee in je poeder kan dippen. En waar je gewoon je gezicht heerlijk mee af kan poederen. Lekker zacht. Ik hou hiervan. Ik vind het echt een hele fijne kwast. Ook heel blij met deze kwast van Real Techniques dus. En ik vind die producten ook uit die Base collectie wel heel erg mooi. Dus dit is voor mij ook absoluut een hele grote favoriet van de maand november. Natuurlijk omdat dit de favorieten van november zijn. Maar ik gebruik hem echt met heel veel liefde. En ik ga hem in alle andere maanden ook met heel veel liefde gebruiken. Ik hou echt van deze kwasten. Dan testte ik de Blushing Bunny Shimmer Bronzing Powder. En deze is van Playboy. Ik vind het doosje wel heel erg leuk. Zo ziet de achterkant eruit. Dat is waarschijnlijk niet zo heel interessant, want het gaat natuurlijk om inhoud. Ik vind de naam nogal verwarrend. Het heet Blushing Bunny. Dus in eerste instantie dacht ik echt, het is een blush. Maar het is dus echt een bronzing powder. Deze heeft dan een shimmer. Zoals ik al zei, zo ziet het doosje eruit. Super tof. Met dat Playboy erop. Op de achterkant staat trouwens ook af de nog eventjes vermeld om welke versie het gaat. Dus dat is wel handig. En zo ziet de poeder eruit. Je hebt een handig spiegeltje, maar die gaan we even lekker bedekken. Want dit is de poeder. Het is een leopard print, zoals je kunt zien. Ik vind dat konijn in het midden ook super leuk. Maar je krijgt hier wel een heel erg mooi effect mee. Ik was heel verrast. Verrast? Nee, ik was eigenlijk, best wel. Voor mij was het heel verrassend, het effect wat er afkwam. Ik dacht eerst, hoe moet ik hier nou mee gaan bronzer aanbrengen met dat roze en dat groen erbij. Ik denk, dat zal wel niet echt wat worden. Maar het viel me echt 100% mee, want ik vond het resultaat echt super mooi. Dus echt een hele goede blush. Ik ga even kijken, want er zit ook dus een dubbele bodem in. Maar dat is altijd zo'n dingetje. Als je de poeder omhoog klapt, dan komt er een dubbele bodem tevoorschijn. En hier zit nog een klein applicatortje bij. Ik gebruik deze zelf persoonlijk niet. Ik vind dit niet zo heel erg handig, want ik gebruik gewoon mijn eigen kwasten. Maar als je gewoon niet zo heel veel kwasten hebt, dan is het wel handig als er zo'n applicatortje bij zit, zeg maar. Maar ik vind het echt een heel erg tof product. En vooral de poeder. Ik ben zwaar verrast door deze poeder. Ik weet niet of deze nog verkrijgbaar is, want ik kocht deze best wel een tijd geleden. Ooit eens bij Big Bazaar. Maar ik vind het echt een heel erg mooi product. Dan heb ik een setting spray van Essence. En dat is de Instant Matte Make-up Setting Spray. Deze is olievrij. En er staat op With Ever Matte. Het is 50 ml. Het is een gewoon een
handige verpakking ook wel mee te nemen. Heeft gewoon een verstuiver. Deze maakt mijn make-up nog matter. Als ik een matte make-up gebruik, dan is het vaak nog best wel moeilijk om de T-zone mat te krijgen. En zelfs met de setting spray wordt die echt mat. Echt heel fijn. Ook mijn make-up blijft er langer door zitten. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje het doel van setting spray. Daar ben ik heel blij mee. Maar dat matte effect, dat vind ik wel echt super tof. Want ja, ik wist niet dat setting sprays dat kon, maar deze doet dat echt. Dus als je op zoek bent naar een ja, low budget of betaalbare setting spray, kan ik deze echt aanraden. Want ja, ik vind hem echt geweldig. Dan heb ik deze drie hele schattige doosjes van B7. En dit zijn de Dynamite Highlighting Powders. Ik zal even beginnen met deze. Dit is de kleur Supernova. En dit is echt een heel mooi kleurtje ook. Zo mooi om terug te zien op je gezicht. Echt, ja, je ziet de highlighter gewoon echt mooi terug. Ik vind ook de warme tint die deze heeft heel erg mooi. Ook dat ingebekende van het logo vind ik echt super tof. Vind ik echt heel leuk gedaan. Ja, en ik hou gewoon ook wel heel erg van ja, dat terugkomende blikjes effect, zeg maar. Dus dat is deze. Dan heb ik de Big Bang. En dit is een... vrij donkere highlighter. Maar dat zie je op je gezicht nog niet eens zo heel erg terug. Ook een hele mooie. De glans is heel mooi die die afgeeft. Heel erg leuk om hier ook mee te combineren. Je denkt nu vast, oh, wat krijg je dan een bruine highlighter? Maar dat valt dus echt heel erg mee. Want ja, je ziet gewoon vooral meer de glans. En met uitblenden zie je eigenlijk van die kleur nog maar heel weinig. Dus dat vind ik wel super tof. En dan heb ik de Explosion. En dit is ook weer een ja, lichtere kleur. Ik vind deze heel erg lijken op Supernova. Maar dat is hij dus totaal niet. Ook weer dat mooie effect. En ook weer gewoon super mooi. De kleuren die hij afgeeft zijn echt heel erg mooi. Ja, de kleuren, het effect vooral. Je ziet heel lichtjes de kleur, maar het effect is echt super mooi. Gewoon die shimmer die erin zit, die vind ik echt geweldig. En ik hou ook wel van dit soort kleurtjes. Ik vind het leuk om daar heel erg mee te spelen van highlighters. Dus dit vind ik drie echt hele toffe highlighters die ik je kan aanraden. Dan heb ik van Essence de Totally Me Eyeshadow Top Coat. Ik heb twee varianten. Ik begin gewoon even met deze. En dit is de Dazzle Me. Dit is, ik weet niet of je het heel goed kunt zien. Dit is een topcoat en die heeft gewoon een glitter. Dus als jij je oogschaduw hebt aangebracht en je vindt het leuk om het net iets extra's te geven, kun je er een topcoat overheen brengen zoals deze. En dan heb je een heel licht mooi glitter effect. Het zijn gewoon van die hele kleine potjes met zo'n dekseltje. Ik kan hem wel even omhoog doen, maar ik denk dat ik hem niet meer schuin kan houden. Oh, hier zie je trouwens ietsjes van de glittertjes. Hier kun je dus met een kwastje indippen of je dipt hem een beetje hierin, zoals ik heb gedaan in de deksel. En dan kun je dus deze topcoat aanbrengen voor een heel leuk speels effect. Met fotograferen zag ik het niet zo goed terug, maar gewoon door mijn oogleden zelf wel. Dus ik vind dit gewoon heel leuk. Dit is misschien ook wel heel leuk voor feestdagen. Of gewoon als je je make-up, als je gewoon een matte ooglook hebt gemaakt, maar je denkt, goh, ik vind hem toch wel leuk om hem net iets extra's te geven. Dan kun je dus zo'n topcoat aanbrengen. Dit is dan een beetje de gouden variant, zoals ik al net zei. En dan heb ik ook nog deze. En dit is een zilveren variant. Deze heeft de naam 02 Sparkle Me gekregen. Ik ga even kijken of ik hier ook al een beetje kan laten zien hoe dat... Of die ook een beetje in het dopje zit, zeg maar. Nou, deze is wel minder. Hij zit een beetje in het dopje. Ja, ik kan het heel moeilijk aan jullie laten zien. Omdat als ik dit nu erin ga doen, dan wordt het één glitterbende. Maar de effecten zijn gewoon super leuk die deze afgeven.
Je moet wel een beetje uitkijken met lenzen of zo. Dan is het best wel een dingetje. Want ze kunnen natuurlijk best wel gemakkelijk in je oog gaan. Maar het ligt er wel aan hoe je ze aanbrengt. Weet je, ik heb zelf een heel dun laagje gedaan. En ja, ik vond het effect zo leuk dat het gaf. Dat ik dacht, ja, dit zijn echt hele leuke producten. Vooral voor de aankomende feestdagen, denk ik dan. Dus echt, ja, twee aanraders. Ik had nog nooit topcoats gezien voor oogschaduw. Maar het effect wat deze twee geven zijn echt super leuk. Dan ben ik bij het allerlaatste product aangekomen en dat is van I Heart Makeup. En dat is het Chocolate Love Palette. En dat is dit roze palette. Heeft deze kleuren. Ik ga hem uiteraard voor jullie uit een doosje halen. Nou, hier kun je nog eventjes de naam extra zien. Ik hou zo van deze palettes en kijk naar deze mooie roze kleur. Dat is toch leuk om te zien. Uiteraard het plaatje waar de naam op staat. Altijd handig. De grote spiegel. En dit zijn dan de kleuren. Ook het oogschaduwkwastje is zelfs roze. Hoe super leuk. Ook weer super pigmentvol. Ik vind de kleuren die gebruikt zijn ook heel leuk. Want het is een keer totaal wat anders dan wat de andere palettes hebben. Echt hele leuke looks mee te maken. Deze ruikt. Ja, lichtjes ook weer naar chocola. Ik vind het echt wederom weer een heel leuk palet. Ik vind ook, er zit goud en zilver in. Dus dat zijn echt hele leuke kleuren. Ja, ik blijf gewoon fan van deze paletten. Dus ik wil ze eigenlijk gewoon allemaal hebben. Want ze zijn zo mooi. Goed gepigmenteerd. Echt geweldig. Dit zijn echt een van mijn favoriete palettes geworden die ik in mijn stash heb. En ik vind het altijd weer leuk om een nieuwe te testen. Dit palette is deze geïnspireerd op de Obsession with Chocolate. Maar echt alleen die kleuren al is gewoon super leuk. Dus echt weer een prachtige palette ook wederom. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van november. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie zelf bekend zijn met de producten die ik jullie heb laten zien. En wat jullie er dan van vinden. Het viel me mee. Minder essence, minder cartridge vandaag. Dus ik denk dat het ook wel een beetje de goede kant op gaat. Want ik heb natuurlijk heel vaak video's waar heel veel essence en cartridge in zitten. En dat viel dit keer wel mee. Dus dat is ook wel een keertje leuk. Ik wil jullie gewoon weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal, kun je natuurlijk gratis abonneren. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon weer bij de volgende video terug te zien. Doeg!